mensen die op wereldniveau sturen, die voelen, die weten, ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, dat de opwarming van de aarde een grote bedreiging vormt, niet alleen voor de aarde, maar vooral, en dat gaat ons aan, voor haar bewoners. En dit op korte termijn. En Bofland drukt dat al meer dan 10 jaar uit. Dus Rob Recht is een heel duidelijke, klare stem die voor de tijd dat de mensen daar rijp voor waren, reeds aan het belletje rinkelde, de alarmbel. En het zijn de boffen die dat komen doen. Jullie zijn er al voorbij gekomen. Heb je het gezien, speculaasmanneke? En ruik je die lucht hier? Heerlijk, hè? Dat is Hasselse speculaas. Daar te krijgen. En dit jaar openen wij met de nieuwe jenever, de Hasselse speculaasjenever van de orde van de Hasselse speculaas. En zing met ons mee, dames en heren. Zing met ons mee. Proberen we. Ik wou er een beetje beginnen. We gaan het refreintje eens oefenen. Ja. Doe met ons mee. Algemene repetitie. Repetitie voor het refreintje. En neem een ei, meel, een flinke borrel, wat kan bij. En kaneel, een groot geheim.
Dat meisje gaat ons helpen, ze. Ja? Wel, die speculaas, daar zijn wij over aan het zingen. Sinterklaas die eet in een grote zaal. Speculaas met erwtensoep uit een zilveren schaal. Negen zwarte pieten, die zingen liedjes bij de soep. Eentje doet wat kunstjes met de pudding in de hoek. Als je met de Sint mee naar Rotterdam maakt, kan je lachen, olé, kan je lachen, oké. Iedere dag weer feest met gebakken bij de thee. Even koken, speculaten, oké. Hij heeft muziek gebracht, hij heeft optredens gegeven die altijd in de aard waren van direct contact. Als het op het podium is, moet dat niet te hoog zijn, niet te veel schijnwerpers, niet te veel microfoons, want dat belemmert allemaal dat contact. Dus eigenlijk heel dicht bij de mensen. Straattheater. Ik heb nog iets bij ook. Ik heb weet je dat? Ja, een klein dvd-spelertje bij en dan kan ik u al iets laten zien. Ho, joh. Als je wilt. Ja. Is dat zo groot? Ja, zoiets. Zo? Ja, ik zal het laten zien. Is dat zo? Oh, dat is gewoon heel Pieter. Dat is niet waar. Dat heb je toch gedaan, joh. Oh, nee. Wat? Moet kijk aan, joh. Oh, nee, joh. Ganzen. Vind je dat leuk? Oh, wat is dat allemaal? Dat is zoveel, hè, Pieter. Ja. Zoveel dat je afkomt, man. Ja. Kun je ook langzamer zetten nu. En dat ruimteschip. Oh ja, zoveel, hè. Er is zoveel te zien, hè. Ja, dat is waar. Dat is gewoon niet dat ruimteschip. Ja. Het is te... Een beetje te veel? Oh, nee, hoor. Ik vind het sterk, zo. Allee, je wordt zo geconfronteerd met van alles en nog wat, hoor. Dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. En hij animeert al zingend en die muziek is dus duidelijk een gemeenschappelijk platform waar we dan ook ons gesprekken hebben verder gezet eigenlijk. En van Aviot kwam iets anders en Orval en
allemaal heel bijzondere plaatsen die we nu krachtplaatsen noemen, omdat we ook daar energie voelen, kracht. En al die dingen zijn eigenlijk niet helemaal aanvaard of gekend in de samenleving. Het Oude Kerkhof. Het Oude Keltische gewoonten bevatten veel wijsheid. Zo is de cyclus van leven en dood gesymboliseerd in de levensboom, ook wel Yggdrasil genoemd. De Yggdrasil is de levensboom uit het Noorse epos de Edda. De touw die van de Yggdrasil neervalt, brengt iedere wezen dat ontstaat het levenswater. En dit water is de drager van de levenskracht en brengt zo aan de mens ook zijn of haar levensenergie. Hier staat hem. Hè. Dit is hem. Dat is de levensboom hier op het Oude Kerkhof. Alle mensen hebben hun vitale levenskracht aan de boom te danken. Wat een geluk dat wij hier en nu mogen leven. Want hier zitten we nu in Bofland. En Bofland toont het leven. Robrecht en ik, wij zijn op een of andere manier complementair. Wij weerspiegelen elkaar. Dus de aantrekkingskracht is groot. Dat gaat vanzelf en we verdiepen. Soms zeggen wij gewoon niks en zitten wij samen. Al dan niet met sigaar. Maar Robrecht zou daar zoveel woorden niet aan geven als dat ik daar nu aan gegeven heb. Hij zou gewoon zeggen, zo ja, knikkend zo. Het is goed. Dus goed. Zo, met zo nog een paar echo's daarna. En dat is Robrecht. Het is gewoon goed.
patience greeted with a smile. Doing what I'm used to do, keep it simple and relax. Whenever I feel lonely and I don't know what to do, I just decide to go to the isolated room. I lose my sight and feelings and I know it's all because of. Questions, I told the truth, blinded by lies.